onze Angela. Ze glijdt met twee troeven in de hand, eigenlijk soepeltjes de finale in. Nou, een van die troeven is natuurlijk Rachel. Angela, je hebt een rotsvast vertrouwen in haar als zangeres. Maar vooral ook als mens. Ja, ik denk dat God een goede dag had toen ze geschapen werd. En daar gaat ze nu over zingen. Good God, here is Rachel! Taart. Ja, ik ben er zoveel mogelijk bij natuurlijk. En ik klap heel hard voor haar. En ja, ik vind het super. Ik vind het super wat ze doet. Ik ga Rachel verrassen. Ze weet van niks. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik heb haar al best wel lang niet gezien. Tell me, think I love you. Hey, Zita. Hey. Dat is goed. Ja, heel erg leuk om elkaar weer te zien. Ja, zeker. Ja, ik ben super trots op haar. Ik heb haar natuurlijk in de gaten gehouden. Sms'd. Ja, succes sms'jes. Maar zet hem op. Oh, dankjewel. Spannend, hè. Ik ben alleen dat je er bent. Ja. Ja, vind ik echt tof. Verrassing. Heb je dat geregeld? Ja. Dat was een stiekem gedoe al heel de week. Ik had het gevoel met Chaotic, weet je, had ze niet echt de mogelijkheid om... Goeie. Te laten zien wat je kan, weet je. Je kan zoveel en dat is er toen niet uitgekomen. En dat komt er nu wel uit en dat vind ik super om te zien. Ik me wel stoor dat ze wel heel de tijd zeggen van Rachel heeft een verleden. Ja. Ja. Dan denk ik, hou daar eens mee op. We hebben in Chaotic gezeten, we hebben in Starmaker gezeten en mensen kunnen daar over zeggen wat ze willen. Maar ik ben er trots op dat ik dat heb mogen doen. En ik denk jij ook, weet je. Het heeft ons toch gebracht waar we nu zijn. Geniet ervan. Ik ga ervoor. Dank je wel. Ik sta achter je. Ja. Ik gun het je als geen ander. Ja. En knallen. Dank je. Hier is Rachel. Gedaan. Goed gedanst, goed gezongen. Ja, ik denk dat jij op weg bent naar de finale. Ja. Oh. Ja. Rachel, ik loop zo meteen naar boven naar mijn kleedkamer, al waar mijn telefoon ligt. En dan denk ik dat ik Rachel naar 3-1-3-1 is. Niet dat het nodig is, inderdaad. Ik weet niet wat er is gebeurd sinds vorige week. Misschien heb je wel ongelooflijk een romantische avond met je vriend gehad. Ik wou het anders zeggen. Maar ik weet niet. Zang 10, bewegingen 10, alles 10. Finale. En van die finale zijn we natuurlijk helemaal afhankelijk van de mensen thuis. Wow. Maar
Ik wil nog even namens de soundcoach Babette en de danscoach Natasja zeggen dat je zo'n topmens bent om mee te werken. En dat vind ik natuurlijk ook. Verse vis. Verse vis. In de finale moet je. Het optreden was net klaar en ik zag je staan en je wist het, dat het goed was. Ja, ik voelde gewoon, ja, iedereen deed mee en ik ben gewoon zo blij dat ik hier sta en dat ik jullie allemaal heb leren kennen. Dat moet ik toch even zeggen. Jullie zijn zo top 10 en ik heb het zo naar mijn zin gehad en ik wil nog zo niet weg. Ja, dat snap ik wel. Nou, ik ben ook heel blij dat ik weer naast je sta. Ik weet alleen niet wat er gebeurd is. Dames en heren, zijn de beren op? Iedereen is gewoon door zijn beren heen. Oh, daar ligt daar ze nog redden een... het vaak niet. Nee, ze halen het podium net niet. Rachel heeft alles in zich om in de show van volgende week mee te doen voor de titel. Stem op Rachel, 0909-1305. Zoek me aan te kijken. Oh, jee. Of sms daarna naar 3131. Rachel!